Ik ga een brioche maken met een ducel van verschillende champignonnetjes. Met wat shallot erbij en een ribeye van wagyu rund. Nou, voor een brioche heb ik gekozen voor een wat bruinere variant. Zoetige brioche is dit. Dan ga ik eventjes mooi aan stukjes snijden. En die brioche wil ik dan eventjes om en om verhitten in een pan met wat olijfolie. Zodat er een mooi lekker krokant korstje omheen komt. Ik heb 4 stukjes. En dan heb ik even een pan nodig om hier een mooi korstje aan te krijgen. Ik verhit de pan eventjes met wat olijfolie. Een druppeltje olijfolie in de pan. Ondertussen is de pan eventjes warm aan het worden. En dat geeft mij weer eventjes de tijd om de oesterzwam en de shiitake te snijden aan kleine stukjes. Ja, eerst snij ik ze allemaal in reepjes. En als ik ze allemaal in reepjes heb gesneden, dan leg ik ze schuin neer om er kleine blokjes van te snijden. En een ducel moet zo fijn mogelijk gesneden worden. Kunnen alle smaakjes kunnen bij elkaar en in elkaar opnemen. Dan kun je mooie kleine vierkante blokjes ervan snijden. Ook wel brunoise genoemd. Deze gaan we zo meteen eventjes verhitten in die pan. Ja, en dat past zo meteen heel goed bij die brioche. Een mooi krokant gebakken brioche. Beetje zoetig, beetje zoutig. Vleesje erbovenop. Een fantastisch mooi hapje. Die is gesneden. Die houden we eventjes apart. De pan is ondertussen behoorlijk warm aan het worden. Dan gaan we de broodjes eventjes onder voortdurend bewegen rondom in de pan even mooi bruin bakken. Ja, en dan zie je al mooi dat bruine korstje aan die buitenkant komen. He, dat zoete broodje met dat lekkere krokante korstje. Zo meteen zoveel lekker zoveel smaak gaat geven. Heerlijk krokant. En dan is het tijd om hem alweer eventjes om te draaien. Dan wil ik aan alle kanten wil ik dat mooie korstje eraan hebben. En doordat het brood ook een beetje zoetig is, krijg je ook zo'n mooi krokant korstje. Klein beetje in beweging houden. Ja, en dan voelen ze allemaal al lekker krokant aan. Dat is perfect. Ondertussen is die pan lekker warm. Dan kan ik eigenlijk meteen verder met de ducel. En ducel heb ik van oesterchampignon en de shiitake champignon heb ik daar nu voor gebruikt. En daar mag natuurlijk een klein shallotje bij. Ik gebruik er ongeveer de helft van. Dus voor dit recept is dat helemaal perfect. En bij me zo meteen lekker doorgebakken ducel hebben. Die liggen we op die brioche. Dan bakken we het vlees nog eventjes, dan bakken we de ribeye van de wagyu, bakken we een mooi krokant korstje, die snijden we aan plakjes en die serveren we daar overheen. Die fantastische lekkere amuse, een lekker hapje om te beginnen. Ja, en het ducel die zie je dan al dat die mooi aangebakken wordt. Heerlijke geuren komen naar boven. Bak nog even kort even door, klein snufje peper en zout erop. Geeft het nog een beetje meer de smaak die je wilt hebben. Dan heb ik de ducel heb ik gebakken. Is klaar. En die verdeel ik even over de brioche. En daar mag best wel flink wat op. Zo, die houden we even apart. En ondertussen gaan we de ribeye bakken van wagyu. Pan is nog warm. Ook hier gebruik ik een druppeltje olijfolie bij. Dan heb ik hier dat mooie stukje vlees. Het is een stukje van de ribeye. En je ziet ook mooi die adering hier doorlopen, die zo meteen al die smaak af gaat geven. Ja, het vlees hou ik steeds in beweging in de pan, zodat je een heel mooi egaal bruin korstje krijgt. Ik heb een heel mooi korstje aan de ribeye gebakken. En eigenlijk laat ik hem nu nog eventjes rusten. Zodat het vlees nog eventjes, het vocht wat in het vlees zit, even tot rust komt. En dat we er zo meteen hele mooie plakjes kunnen van snijden. Die precies op de brioche met ducel passen. Ondertussen is het vlees helemaal tot rust gekomen.
En ja, je ziet het, een heel mooi, lekker krokant korstje zit aan de buitenkant. En dan neem ik even een mooi mes daarvoor om de juiste plakjes ervan te snijden. Mes maak ik even nog ietsje scherper dan het is. Scherper. Mes slijp ik even een klein beetje, zodat het zo door het vlees heen glijdt. Nou, kijk eens even. Ja, dit zijn de plakjes die je wilt hebben. Perfect doorgegaard. Het is niet te gaar van binnen het vlees. Ik wil het een klein beetje rauw houden. En ik gebruik ongeveer 2 plakjes per brioche broodje. Kijk eens even hoe mooi dat eruit ziet. Perfecte doorgaring, niet te gaar. En dan verdeel ik die over de brioches. En als de plakjes ietsje te klein zijn, mag er ook best 3 zijn. En het is ook helemaal niet erg als er een plakje overblijft, want dan kunnen we zo meteen nog eventjes proeven hoe dat precies smaakt. Hier heb ik een bordje voor nodig. Ik ga ze mooi opmaken op een bord. Ik breng het vlees op de brioche nog eventjes op smaak met een klein beetje Dalmatian rub. Dat is de nummer 82. Dat is wat ietsje wat grover en wat fijner zeezout met wat verschillende soorten pepertjes erin. En een takje peterselie voor de decoratie. En dan is het helemaal af. En dat is de brioche met Ducel en wagyu rib pie.